wethouder Nadine Stemmerdink. Ja. Je bent net begonnen met het bankje. Hoe gaat het? Nou, volgens mij hartstikke goed. De heren zijn aan het verven en ik stuur aan, denk ik. Dus nee, het gaat hartstikke goed. Het is gewoon leuk om hier met het hele college te zijn. En ook een kleine bijdrage te leveren aan NL Doet. Elke keer doen we wel iets. We hebben een keertje ontbijt uitgeserveerd bij Woei. Op een school hebben we een keer een heel schoolplein aangelegd met bloemetjes en plantjes. En nu zijn we hier, dit jaar zijn we hier aan het schilderen. Wat is je naam? Leo Baggerman. En wat voor werk doe jij hier? Ik ben de dierdoen. En ik werk twee dagen. Ik werk donderdag hier en vrijdag hier. En maandag en dinsdag en woensdag bij Bovenveen. Dat is, moet ik koken eigenlijk. Uitsnijden en bakken. Dat doe ik alleen woensdag, maandag, dinsdag en woensdag hier. En wat vind je zo leuk aan dit werk? Dieren doen en potjes vullen en koken eigenlijk. Vind je dat het leukst? Ja. Bianca Bremer, wat gaat er goed en wat gaat er mis? Nu al. Nu al? Nou, het voorstel was om de bankjes te schilderen zonder schuren. Maar ik zeg altijd, de onderlaag moet goed zijn, wil de bovenlaag straks excellent zijn. Dus, maar volgens mij komt het schuurpapier er nu aan. Dus ik hoor het ook al, dus we gaan eerst schuren, dan schoonmaken en dan gaan we verven. Dit is wel een beetje jouw klusje. Ik vind verven heerlijk. Ja, lekker ontspannen. En wat het mooiste is dat je onder je handen ziet dat er iets moois nieuws komt. Heerlijk. Burgemeester Klaas Tiegelaar, u bent lekker bezig, zie ik. Wij gaan gewoon hard aan de slag. En we zorgen dat hier bij Dorpal de bankjes er straks weer helemaal op en top eruit zien. We gaan kijken hoe jullie dat doen. Het ziet er goed uit. Wij hopen elk jaar een mooie klus met NL Doet te doen. En op weer een andere plek in de gemeente. Op deze manier met NL Doet dragen we een steentje bij. Ja. Wat vindt u zo mooi aan Stichting Dorpaal? Nou, het is heel veelzijdig hier. Hè? Waar ze mensen die afstand hebben op de arbeidsmarkt ook weer nieuwe kansen bieden. Waar mensen geholpen worden om in ieder geval een aantal activiteiten te kunnen doen. Kijk aan de groenvoorziening hier, dieren verzorgen, allerlei klussen die hier gedaan worden. Dat is een prachtig plekje hier bij Park Leeuwenberg. Dus we komen hier graag. Meneer, u bent lekker bezig vandaag. Ja. In het kader van NL Doet is onze club hier op Dorpaal, de Lions Club Voorburg, om die werkzaamheden te doen die de normale bemensing van dit park niet kan. Dus vandaar dat wij dus één keer per jaar hier de handen uit de mouwen steken. En waarom doet u dat? Omdat ons motto is We Serve. Wij dienen de gemeenschap. Ik ben bezig een pilaar of zoiets uit de grond te halen die een meter of twee diep is. Die moet eruit, want anders kan men hier geen terras aanleggen. Dat is een dwarsligger. Maar er wordt hier een terras aangelegd dan uiteindelijk? Ja, en dat is de bedoeling dat het aansluit op die ruimte daar. Wethouder Lia de Ridder, je bent druk bezig. Ja, het is NL Doet, hè, dus je moet wel doen natuurlijk. Ja, nou, ik vind het ook hartstikke leuk om te doen. Het is, het is al jarenlang altijd begin maart NL Doet. Heel veel vrijwilligers zetten zich altijd in voor heel veel goede doelen. En één keer per jaar daar aandacht aan besteden en zelf actief een handje meehelpen. Vind ik alleen maar heel leuk. Mooi. En verven, bevalt dat? Is dat een beetje uw klusje? Nou, je tuinier is misschien iets meer mijn ding. Want ik vind verven wel heel leuk. Maar ik merk dat ik op den duur ongeduldig word. En bij verven moet je dat niet doen. Hè. Je moet geduld blijven houden tot het laatst. Ja. Dus daarom laat ik dat thuis meestal aan professionals over. Maar hier, die korte tijd dat we doen. Als ik iets doe, wil ik het wel goed doen. Ja. Ik zit hier met Jaap Stelling van de Lions Club Voorburg. En wat doen jullie vandaag hier? Vandaag zijn wij hier met z'n drieën banken aan het schuren. En daar zijn we mee klaar. En die gaan we in de verf zetten. En dan kunnen ze weer twee jaartjes mee. Waarom doen we dit werk? Omdat het vandaag NL Doetdag is. Omdat Dorpaal ons gevraagd heeft, joh, willen jullie helpen? En dat doen we dan. Een Lions Club is eigenlijk voortdurend bezig met vrijwilligerswerk. En ja, we doen van alles. Met name, en daar is Lions Club Voorburg de coördinator van, het landelijk inzamelen van Douwe Egberts waardepunten. Heel Nederland heeft meegedaan. We hebben 44 miljoen waardepunten opgehaald. En Douwe Egberts heeft daar
kort links 90.000 pakken koffie voorgegeven. Die zijn 530.000 euro waard. En de voedselbank hier in Voorburg, de stichting Buren, die krijgt ruim 2.000 pakken koffie. Ter waarde van 13.000 euro. Wethouder Floor Kist, u bent ook al lekker bezig? Ja, wat ontzettend. We hebben schitterend weer vandaag, dus dan gaat het werk makkelijker. En gaat het goed? Volgens mij maken wij tempo. En even kijken naar de andere ploeg. Ja, wij gaan veel sneller dan die andere. Nee, wij staan hier met z'n drieën, dus het is ook niet zo gek dat het sneller gaat. Van Stichting Dorrepaal, wat vindt u zo mooi aan deze stichting? Ik mocht hem 2 jaar geleden hier zijn van de viering met de 40ste verjaardag. Dat was ontzettend leuk. Wat ontzettend mooi is dat gewoon mensen die anders toch een beetje vergeten worden door de samenleving een plek hebben gevonden. En daarmee gaan ook gewoon meedoen. En ja, wat is er mooier dan dat? En we hebben net ons laten vertellen dat er ontzettend ambitieuze plannen zijn voor de toekomst. Waar ze nog veel verder de mensen in de samenleving willen brengen. Naast. Jesse Hillinga. En jij bent? Ik ben van Bidin. Ik werk hier buitengoed Dorrepaal met mensen met een verstandelijke beperking om in te leren werken. Buitengoed Dorrepaal is een heel mooi landgoed met een mooie villa. En wij halen ook de maatschappij binnen. Zoals bijvoorbeeld met de hulp van Harry Ozinga, die aan die kant staat. Harry Ozinga van Huygens Labs. We begeleiden onder andere 14 basisscholen uit Leidschendam-Voorburg. Om kinderen uitdagend wetenschap en techniekonderwijs te geven. En de aanpak daarbij is dat we scholen slim in aanraking brengen met de buitenwereld. En we proberen dat zoveel mogelijk ook in de buurt te doen. Dus een van de scholen die meedoet is Pius 10, hier aan de overkant van de Vliet. En die heeft ook als ambitie om meer aandacht te gaan besteden aan natuureducatie. En zo zijn we ook in contact gekomen met Jesse van Middin. Om te kijken hoe we buitengoed Dorrepaal eigenlijk als buitenleslokaal kunnen gebruiken voor de school. En de eerste gezamenlijke activiteit die hebben we gisteren gedaan is een bijenwerkdag. 4 schoolklassen uit groep 3 en 4 die zijn aan de slag gegaan om de bijen te helpen. Bijen hebben het heel erg moeilijk tegenwoordig. Dus door zogenaamde zaadbommen te maken kun je ervoor zorgen dat er meer zaden en later ook hele mooie bloemen beschikbaar komen die voedsel vormen voor bijen. Nou, en voordat de kinderen gisteren de zaadbommen gingen maken, hebben ze ook les gehad over bijen van de imker van buitengoed Dorrepaal, die 90 jaar oud is. En vervolgens zijn de kinderen gewoon lekker bezig gaan om de bommen te maken. En het heet een zaadbom, dus hier zie je ook een aantal zaden. Dit zijn inheemse plantensoorten. Over een paar weken is het de bedoeling dat ze die bommen dus in hun tuin gaan gooien op het schoolplein. Ja, en ik zit altijd zelf ook een beetje in het onderzoekend leren. Dus we hebben ook al met de meesters en juffen afgesproken dat we gaan kijken waar die bommen worden neergelegd. En dat de kinderen zelf ook gaan kijken of er wat opkomt. Dus dan hebben we gelijk ook een beetje het onderzoekend leren meegenomen. Dit is Bas. Nieuwe zorgmanager? Ja, maar vandaag nog even in mijn rol als kweker. Jullie hebben grote plannen met deze locatie? Zeker. Buitengoed Dorrepaal was al een leerwerkcentrum. Daar waren we al mee bezig. En dat leerwerkcentrum dat gaan we doorzetten. Dus we gaan, het moet nog meer leren werken worden. En wat we daarvoor willen is eigenlijk dat wij Dorrepaal meer gaan neerzetten als een soort onderneming. Ons doel is werk creëren, zinvol werk. En ook werk waar mensen zich aan kunnen ontwikkelen. Even een heel concreet voorbeeld van de kwekerij waar ik tot voor kort nog zat. We hebben daar een moestuin en daar konden mensen in het verleden kon men tomaten kopen, bij wijze van spreken. En mensen konden ook wel eens wat oogsten uit de tuin. Maar de rest lag alles gewoon in kratjes in de winkel. En dat gaan we niet meer doen. We hebben nu gewoon een oogsttuin, een zelfoogsttuin, waar mensen dus eigenlijk hun eigen tomaten kunnen gaan plukken. En dat rekenen ze af. Dus het is veel meer de beleving als dat ze bij ons komen voor tomaten. En dat allemaal in dienst van het creëren van leerwerkontwikkeling. Want hoeveel mensen werken hier? We hebben hier ongeveer 120 mensen werken. Dus meewerkers. En daarvan hebben we een 16 medewerkers. Dat zijn de collega's die de mensen begeleiden daarin.